Welkom bij Allemaal Almelo deze week. We praten u bij over grote en kleine gebeurtenissen en evenementen in Almelo. Koningsdag 2015 werd maandag uitgebreid gevierd en het was drukker dan ooit in Almelo. Eerst nog even een terugblik op de Koningsspelen. Meer dan 2000 leerlingen van basisscholen deden mee aan het ontbijt en de Koningsspelen. Maandag was het Koningsdag. Het hele centrum van de stad bruiste van de evenementen, muziek en vrijmarkt. De terrassen zaten de hele dag door stampvol. De weersverwachtingen waren matig, maar het viel meer dan mee. Die combinatie zorgde ervoor dat het misschien wel drukker was dan ooit in de Almeloze binnenstad. Enthousiaste medewerkers van Almelo Event durfden zelfs een schatting aan van veel meer dan 30.000 bezoekers in de binnenstad. Druk was het er zeker. Beter nog, gezellig druk. Van Romeo en Julia mag ik u een hartelijk applaus voor Servus! Ik heb 5 euro. Dat is 4 euro.
Dat was Koningsdag 2015. Een paar dagen eerder was er een stille tocht in Almelo. Zo'n 2000 Armenen liepen mee in een tocht ter herdenking van de genocide die 100 jaar geleden gepleegd werd. De tocht duurde een klein uur vanaf de katholieke begraafplaats op het Sluitersveld naar de Armeense kerk aan de Vriezeweensweg. Mede dankzij een wekenlange voorbereiding door de politie is de stille tocht rustig verlopen. Ja, het is vandaag een 100 jaar genocide. En daarvoor zo'n paar duizend Armeense mensen hier gekomen. Vanaf 2 jaar tot plus 90 of meer van leeftijd. En wij willen laten zien, wij zijn niet vergeten. Wat doen wij? Ja, wij moeten gewoon komen. En de kinderen mee. En de kinderen gaan mee. U wilt herdenken? Ja. Niet vergeten, nee. Omdat dat is geweest, genocide geweest. En dan moet iedereen gewoon reageren, genocide geweest. De protest vanuit de Turkse gemeenschap, die de genocide ontkent, bleef uit. Nog meer protest in Almelo. Maar daar waren het geen 2000 deelnemers, maar bleef het bij 8. Zondag was de 29e herdenking van de ramp in Tsjernobyl bij de poorten van Urenco. Het protest verliep ook hier gemoedelijk. Het is vandaag 29 jaar geleden dat de reactor in Oekraïne, toen nog Rusland, ontplofte, Tsjernobyl. En dat was het begin van een enorme ramp waarbij een groot gedeelte van Europa radioactief besmet raakte. We zijn op een aantal gebieden actief
anti-kernenergie. Hè. Dus we zijn ook regelmatig in Gronau, waar dus ook een Orenco-fabriek staat, in Ahaus. Maar we organiseren ook activiteiten. We hebben tegenwoordig maandelijks een vredestuin, waarin allerlei thema's aan de bord, aan de orde komen. Zoals in Mali. We zijn dus ook vredesactiviteit. Dus we zijn ook over het algemeen tegen militair ingrijpen. Ik sta hier niet omdat ik staatslid ben, maar gewoon omdat ik tegen kernenergie ben. En hier heb ik al heel vaak gestaan en daar blijf ik gewoon mee doorgaan. Sinds 1999 zo ongeveer ben ik toch wel bij bijna alle demonstraties hier geweest. We zijn er niet ieder jaar hier geweest, maar toch wel bijna ieder jaar denk ik. Dus denk wel een stuk of 15 keer. Maar niet altijd hier, ook wel eens aan de andere kant. Hè, want het eigenlijk is de hoofdingang aan de andere kant. Uit Gronau, van de lokale gemeente Belangen. Ja, wir haben viele Jahre Kontakt mit den Menschen aus der Twente und wirken über der Grenze zusammen mit Orenco. Orenco hilft auch in Festigungen in Gronau. Da wirken wir zusammen mit und wirken hier nur mit die Festigungen in Almelo. Ja, wir wirken viele Jahre zusammen. Hier ist elke Jahr Protest auf die Tschernobyl-Herdenking. In Gronau haben wir elke Mond, elke erste Sonntag in dem Mond eine Protestaktie. Das ist so genannte Sonntagsspaziergang. Auch da kommen elke Mond Menschen von Nederland, um uns mit Steun zu helfen. ASV 57 in Adorp heeft een nieuwe kantine en dat wordt al weken gevierd. De afsluiting van de festiviteiten was een wedstrijd tegen de oud-profs van Heracles. Nou ja, op zich is het een leuke wedstrijd en ook een goed initiatief om met oud-Heracles de regio in te gaan en acte de présence te geven om dan toch de klank van Heracles goed door te laten klinken. Ik heb dan de eerste helft gezien, we hadden wel een paar doelpuntjes moeten maken, dus ik kan nog niet vanuit blinken spreken. Nee. Aan beide kanten niet? Zeker, Adorp werkt hard. Jongens werken hard voor hun plekje, maar ik kan nog niet zeggen dat ik daar, ja, de keeper. Maar die haalt alles met de benen eruit. Als ik dan maar een uitblinker mag spreken, dan is het de keeper. Ja. Brian Verloo, die kijkt alles een beetje van de goal af. Ja, nee, maar dat is ook vaak het verschil. Kijk, wij hebben onze oud-Heracles een beetje verjongd. En dat is toch wel een goed teken. Want anders dan kun je tegen die derde, vierde klasses waar we dan nu tegen spelen, kun je het helemaal niet maken. Uiteindelijk moeten die jongens het van de conditie hebben. En meestal kunnen we het aardig overeind houden. Maar vorige week hebben we dan voor het eerst verloren bij Rossum. Dus ongeslagen zijn we al niet meer. Ja, natuurlijk erg leuk om zo een keer tegen oud-Heracles te spelen. Zo oud vond ik ze trouwens niet. Ik vond ze allemaal vrij fit waren. We hebben, ze hadden een verjonging toegepast, heb ik gehoord. Ja, dat was te merken. Het was 2 keer 35 minuten, maar toch behoorlijk aanpoten. Ja, het was een hartstikke leuke wedstrijd. En kansen over en weer. Ik denk dat zij wel wat meer hadden kunnen scoren. Hadden wat meer routine natuurlijk. Ja, iets meer routine. Inderdaad. Ja, als je niet met al het voetbal kunt redden, dan moet je inzet tonen. En dat hebben we denk ik goed gedaan vandaag. Nou, helaas geen doelpuntje kunnen maken, maar het was een leuke avond. Ja. Dat is altijd leuk, hè? Met de oud voetballers weer voetballen. We hebben een beetje veel kansen gemist, maar we hebben het onszelf moeilijk gemaakt. We hebben het zelf moeilijk gemaakt, hè? Ja, hoe is het geëindigd? 1-0 gewonnen. Voor Heracles? Voor Heracles, natuurlijk. Ja, dat zijn jonge jongens, hè? Ja, maar ze hebben het jullie niet makkelijk gemaakt. Dat klopt. Maar het kunnen wel een paar meer zoon zijn. Ja. Dus ze moeten wel iets fitter zijn, dat is ook zo. Dat mag je verwachten. Maar voetbal je tegenwoordig nog veel? Nee, nooit. Nooit? Nee, ik heb te druk. Ik ben assistent bij Heracles. Dus wanneer moet je dat doen? Het weekend is dan moet je werken. Ja. Maar tegen een balletje trappen komt er niet meer van? Nou, bij het eerste zelf. Als een klein positiespelletje is, dan wil ik nog wel eens meedoen. Als het groter wordt, dan haak ik af. En ze vragen je voor dit soort dingen? Ja, dat is leuk. Dan gaan we de buurt in. Dat is leuk. Gewoon. Het stadhuis is al enkele weken in gebruik. In de serie rond de bouw en opening van het stadhuis is het woord aan Mark Hendricks. Hij is betrokken bij de bouw voor wat betreft het milieu en duurzaamheid. Wat maakt het nieuwe gebouw het duurzaamste stadhuis van Nederland? Wat het meest duurzaam maakt is misschien wel dat we vanaf het begin van het proces, van het ontwerpproces uit, gestart zijn om allemaal gezamenlijk na te denken. Alles wat je in het begin niet goed over nadenkt, dat verlies je aan het einde. Het gaat ook veel verder dan energie en het gebouw. Een voorbeeldje eigenlijk, het nieuwe werken scheelt 30% aan vloeroppervlakte. Ja, want laten we even een term laten vallen, BREEAM. BREEAM is een internationaal erkend methodiek, ook gecertificeerd, waarbij je eigenlijk
kunt verantwoorden, dat je ook inderdaad hetgene, zeg maar, wat je zegt ook daadwerkelijk uitvoert. Het is een zeer complexe methodiek. Je kunt dat doen voor de ontwerpfase en de realisatiefase. Het zijn ook nog twee fases. En het monitort heel nauwgezet of je de ambities ook kunt waarmaken. En dat ook binnen verschillende gratificaties, gradaties. Je kunt gaan van BREEAM Outstanding, wat het beste is, tot BREEAM Good, Very Good, Excellent. Wij gaan voor Excellent. Dat is het één na hoogste niveau. Outstanding is eigenlijk haast niet te halen zonder buitensporige investeringen. Nou, daar waren jullie uiteindelijk tevreden over en toen werd het dus zeg maar uitgevoerd. En hoe is dat verder gegaan? Vertel eens, waarom is het zo duurzaam? Ja, duurzaamheid is, zoals ik al zei, een heel moeilijk begrip. Het gaat veel verder dan inderdaad dat gebouw en dat energiebeheer. Waarom is het zo duurzaam? De plek is goed. We zitten op 200 meter van het openbaar vervoer. Bij het busstation, bij het treinstation, bij het centrum. Dat is al een van de dingen waarmee duurzaamheid begint. Dan zijn we er nog niet, want we hebben inderdaad natuurlijk de energie. We hebben het klimaat. Het feit dat je veel minder vloeroppervlakte nodig bent, speelt ook mee. En zo zie je dat het op heel veel vlakken speelt. Lichtinval, natuurlijke beleving, hoe mensen zich hier voelen. Dat zijn allemaal elementen die onderdeel uitmaken van het BREEAM-certificaat. Zeg maar, nou heb ik ook wel eens horen vertellen dat planten en zo groen binnenin. Nou zie ik dat de stoelen hier een mooie groene bedekking hebben. Maar dat die ook erg belangrijk zijn voor het welzijn. Hoe zit dat hiermee? Planten en groen zijn inderdaad ook wel belangrijk in het gebouw. Dat heeft ook veel te maken met gewoon, zeg ik, noem het even de zuurstofhouding, huishouding en het klimaat in zijn algemeenheid. Het is niet zo dat het in de BREEAM buitensporig aantelt. Dat niet, maar als je het bijvoorbeeld hebt over buiten het gebouw, planten, flora en fauna en integratie en de kans die zo'n gebouw biedt in de stedelijke omgeving, dat wordt wel weer heel erg meegenomen. Ja. En hoe wordt dat meegenomen dan? Nou, als je even naar buiten heen kijkt, dan zie je bijvoorbeeld hier al een groen mosserum grasdak. Dat moet het nog worden. Dat moet het nog worden. Het is in kiem. Daarmee eigenlijk maak je eigenlijk de hele flora, fauna, de hele diversiteit in de directe omgeving van een stad maak je groot. Het is kans voor insecten. We hebben ook in dit gebouw de nodige zwaluwkasten opgehangen, huismuskasten. Er komen bijenkasten op dit groene grasdak geplaatst. En zo kun je dus eigenlijk dit stadhuis ook een functie geeft voor de omgeving als je het over flora en fauna hebt. Nou, we gaan het ook nog hebben over de warmte-koude opslag. Hè? Want ja, het moet natuurlijk wel een aangenaam klimaat zijn. Klopt, er is ook heel erg aandacht aan geschonken. Niet alleen aan de aangenaamheid, maar ook aan de energiekosten en de energielasten die daarbij horen. De gemeente Almelo koopt sowieso al haar stroom groen in. En dit gebouw gebruikt gewoon significant minder energie in zijn algemeenheid. En dat komt inderdaad door het warmte-koude systeem. Ja, want je zou zeggen, nou, die ruiten, je brandt hier weg. Het zijn drie laags glaspanelen, voorzien van een coating tegen zon. Daar is echt over nagedacht. Zo zul je ook zien dat aan de zuidkant veel minder glaspanelen zitten dan aan de noordkant. En daarmee zorg je ook voor een optimale balans. Dat wordt ook helemaal doorgerekend. Wat is de zoninstraling? Hoeveel koeling hoort erbij? Hoe kunnen we maximaal gebruik maken ook van die warmte op de momenten dat je het wel nodig bent? En zo zie je dat het hele gebouw wordt uitgebalanceerd. Dat zie je op meerdere punten terug. Je ziet ook de FIDE. Die functioneert eigenlijk als een natuurlijke schoorsteen. De te warme lucht wordt daar eigenlijk door weggezogen zonder dat je mechanische luchtbehandeling nodig bent. En bovendien kan die lucht de warmte uit worden gehaald en worden hergebruikt. Ik zie hier helemaal geen centrale verwarming. Nee, klopt. Het gebouw is zo ontworpen dat zeg maar de betonkern die wordt geactiveerd. Die houdt een basistemperatuur. En de rest van de verwarming en koeling die wordt geregeld via de vloer. En dat betekent dat daar warm of koude lucht wordt ingeblazen. Daarmee maken wij gebruik van een warmte-koude systeem. We halen warmte of koude vanuit een diepte van 110, 120 meter. Dat waarderen wij op. En dat wordt gebruikt om het gebouw te verwarmen of te koelen. Daarmee hebben we nog als extra innovatie dat wij gebruik maken straks van het kanaal. Dus het kanaal gaat straks ook nog functioneren als verwarmingsbron of als koelingsbron. En dat is heel... U bedoelt de waterboulevard? Ja, dat klopt. Dus de waterboulevard die gaat nog een rol krijgen in de warmte- en koude opslag? Ja, standaard is het zo dat je gebruik maakt van de warmte uit de ondergrond. Maar wij hebben ervoor gekozen om het wat innovatiever te maken en nog wat warmte en koude uit het kanaal te halen. Daar zit nog meer rendement op dan uit de bodem. En dat maakt dat je energielast, je energiebehoefte nog weer minder wordt. Ja. Nepal is getroffen door een zware aardbeving. Duizenden mensen hebben dierbaren verloren, zijn hun huizen kwijt, slapen buiten op straat.
Er is dringend behoefte aan voedsel, drinkwater, onderdak en medische zorg. De mensen in Nepal hebben uw steun nu nodig. Help Nepal en geef op Giro 555. Het is alweer bijna 7 jaar geleden dat Almelo even in de ban was van de gijzeling in het oude stadhuis. Schrijfster Mirjam Pol was toevallig aanwezig in het stadhuis en maakte alles van dichtbij mee. Jaren later kwam haar boek uit over die gijzeling, maar ook over het verhaal eromheen. Was Ahmed O. helemaal fout? Of ligt de waarheid ergens in het midden en ligt het allemaal genuanceerder? We blikken nog even terug met Mirjam Pol. Nou, het begon er natuurlijk mee dat ik zelf in het stadhuis was toen die gijzeling plaatsvond. De gijzeling was op de eerste verdieping en ik zat op de tweede verdieping te werken. Dus ik heb van vrij dichtbij meegemaakt ook wat een heftige ervaring dat was. Natuurlijk was het voor de vijf mannen die gegijzeld zijn geweest het meest ingrijpend. Maar ook voor een heleboel andere mensen in dat stadhuis. Want het was een hele spannende, onzekere... En op dat moment een hele bedreigende situatie. En het heeft me altijd verbaasd dat daar eigenlijk heel weinig over is gezegd en geschreven in de media. Terwijl het een hele ernstige gebeurtenis was. Maar dat het tegelijkertijd de media, om het maar even zo te generaliseren... wel meteen enorm grote conclusies trokken zonder enige kennis van zaken. En op die manier heeft bijvoorbeeld ook het programma Zembla een uitzending gemaakt... waar de honden geen brood van lusten, maar die er wel als zoete koek inging bij het publiek, zeg maar. En nou ja, dat allemaal bij elkaar. Er is het verhaal dat... overal een beetje is verteld en herhaald, is dat de gemeente doelbewust aan het O en zijn vrouw heeft tegengewerkt. En ook ten gunste van een aantal andere horecaondernemers met wie de gemeente een soort vriendjespolitiek zou bedrijven. Maar als je in de achtergronden duikt van al die procedures en het hele vergunningenproces en hoe de contacten met de gemeente, tussen de gemeente en het ondernemers-echtpaar zijn verlopen, dan zie je dat er een heleboel eigenlijk gewoon heel erg... goed is gegaan, maar dat er uiteindelijk een heleboel dubbele signalen zijn ontstaan, omdat het over 7 verschillende vergunningen ging. Waarbij inderdaad het heel begrijpelijk is dat de gemeente op een aantal punten voorzichtig werd, omdat er vragen waren over een bepaalde lening. En misschien was het allemaal gewoon goed gekomen als Ahmed niet door het lint gegaan en niet die gijzeling had gepleegd. Ik zie het meer als een hele tragische samenloop van omstandigheden met miscommunicatie tussen een gemeente die zich heel formeel opstelt, maar wat dat betreft zich wel aan de regels heeft gehouden. En aan de andere kant een ondernemers-echtpaar dat heel graag wil, maar misschien zichzelf ook wel een beetje voorbij is gelopen. In dit theater, de Hollandse Schouwburg in Amsterdam, zal ik nooit spelen. Vanaf 1942 werden duizenden Joden hier vastgehouden voor ze werden gedeporteerd naar de vernietigingskampen. Via de crash hier tegenover zijn dankzij ongelooflijk moedige mensen zeker 600 kinderen gered. Sommige mensen zeggen, ach die Tweede Wereldoorlog, dat is nou zo lang geleden. Die 2 minuten stilte zijn toch niet meer nodig? Ik denk dat als je echt recht zou willen doen aan het leed uit de oorlog en de oorlogen daarna, dat je per jaar hooguit 2 minuten zou moeten praten. En ik ben blij dat ik de vrijheid heb om op 4 mei 2 minuten stil te zijn. Jij toch ook? Ten slotte nemen we u nog weer even mee op de fiets door Almelo. Deze keer door het centrum.
Tot zover het Allemaal Almelo weekoverzicht. Terugkijken kan via onze website www.avisie.nl. Vanaf volgende week vrijdag is er weer een nieuw weekjournaal. Tot dan! Iedereen, ieder jaar opnieuw. We koesteren het. Herdenken het. We vieren het. Omdat het misschien wel het belangrijkste is dat we hebben. Vrijheid. Laat het vuur van de vrijheid branden. 4 mei herdenken we de oorlogsslachtoffers. 5 mei vieren we dat we vrij zijn. Vrijheid geef je door.